Welkom bij alweer een nieuwe editie van What's New in Exacte Lijn voor Boekhouden. Mijn naam is Mark Schuiten en ik hou me bij Exact bezig met de ontwikkeling van innovaties voor onze boekhoudsoftware en bankkoppelingen. En dan met name de communicatie richting jullie als gebruikers. Fijn dat je de tijd en de moeite hebt genomen om bij deze sessie aanwezig te zijn. En dat je op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Exact Online. We gaan het in de komende 30 minuten hebben over nieuwe functies en mogelijkheden in de software. Het is belangrijk om te beseffen dat de onderwerpen die ik ga bespreken, en demonstreren natuurlijk, niet alleen aan Exact Online voor boekhouden zijn toegevoegd, maar ook aan onze branchesoftwarepakketten zoals Exact Online Handel, Productie en Projectmanagement. In deze sessie staan dus ondernemers centraal die een eigen Exact Online omgeving hebben, al dan niet gekoppeld aan een accountants- of administratiekantoor. Maar goed, waar gaan we het concreet over hebben? We beginnen met een update over de vernieuwde Rabobankkoppelingen. Daarna duiken we in No-Hands Accounting, want er zijn een aantal nieuwe functies beschikbaar die jullie gaan helpen om je boekhouding nog slimmer te automatiseren. Vervolgens gaan we het hebben over debiteurenbeheer, waarin we een aantal mogelijkheden hebben toegevoegd op basis van de feedback van onze gebruikers. We sluiten af met een nieuw onderdeel van deze sessie, namelijk de verborgen talentenrubriek, waarin ik elke sessie een handige functie in Exact Online bespreek, waarvan ik denk dat veel van onze gebruikers er niet bekend mee zijn. Je kan het misschien nog wel herinneren, tijdens de vorige editie hebben we uitgebreid stilgestaan bij de vernieuwde Rabobankkoppelingen. De stapsgewijze introductie is inmiddels achter de rug en zowel de PS2 bankkoppeling als de Rabo boekhoudkoppeling zijn nu beschikbaar voor alle Exact Online klanten. Sinds 1 augustus kunnen Rabobank rekeninghouders geen gebruik meer maken van de oude Rabobankkoppeling. Veel van onze gebruikers zijn inmiddels overgestapt, maar er zijn nog een aantal klanten die dat nog niet hebben gedaan. Vandaar dus deze oproep. Heb je nog geen nieuwe Rabobankkoppeling, zorg er dan voor dat je deze zo snel mogelijk activeert. Je loopt anders het risico dat je geen actuele bankgegevens ontvangt en dat je daardoor veel handmatige acties moet uitvoeren om de boekhouding toch up-to-date te houden. Dat is zonde van je tijd en natuurlijk ook zonde van het gebrek aan inzicht. Op onze speciale Rabobank supportpagina vind je alle informatie die je nodig hebt om aan de slag te gaan met de vernieuwde Rabobankkoppelingen en een mooi overzicht van de functionele verschillen tussen beide type koppelingen. Ga naar de supportportal, selecteer de kennisbank en aan de rechterzijde in het menu zie je direct de link naar deze pagina. De PS2 bankkoppeling zal in de komende maanden er ook komen voor andere banken, waaronder ABN AMRO en ING. Houd onze berichten over dit topic dus extra goed in de gaten. Met een PS2 bankkoppeling heb je zelfs extra voordelen ten opzichte van een traditionele bankkoppeling. Zo ontvang je in plaats van 1 keer per dag, 4 keer per dag automatisch je laatste bankgegevens. Kun je naast batch ook enkelvoudige betalingen doen, wat natuurlijk een scheelt in je bankkosten. En je houdt altijd controle over wie er toegang heeft tot je bank. Dan gaan we het nu hebben over 2 mooie verbeteringen binnen No-Hands Accounting. Voor degenen die nog niet werken met deze add-on, met No-Hands Accounting automatiseer je je administratieve taken en voorkom je handmatig en tijdrovend invoerwerk. De software verzamelt en verwerkt zelfstandig vanuit verschillende bronnen gegevens en documenten die nodig zijn voor een bijgewerkte en complete administratie. Denk aan je bank voor bij- en afschrijvingen, het Peppel-netwerk voor je e-facturen, je betaalprovider voor betalingen, neem bijvoorbeeld Molly, en je mailbox voor ontvangen facturen. Dan is dat in ieder geval duidelijk voor iedereen die aan het kijken is. De eerste verbetering heeft te maken met vaste, terugkerende boekingen. Als ondernemer heb je ongetwijfeld te maken met periodieke facturen waarbij je telkens hetzelfde bedrag moet boeken. Voorbeelden hiervan zijn abonnementen, verzekeringskosten of de huur van een bedrijfspand. Tot nu toe was het dan mogelijk om een vaste boeking aan te maken die je met een druk op de knop kunt kopiëren voor een nieuwe boeking. Prettig natuurlijk, maar zou het niet nog fijner zijn als Exact Online dit ook automatisch doet? Nou, dat is precies waar No-Hands Accounting je vanaf nu bij kan helpen. Bij het aanmaken van een vaste boeking heb je dus kort de optie om boekingen automatisch in te laten voeren op basis van een door jou gekozen frequentie. Bovendien kun je ook aangeven gedurende welke periode dit moet gebeuren.
Je hoeft dit maar één keer in te stellen en de software neemt de rest van het werk voor een rekening. Ik zou u nu even laten zien hoe dit werkt in de software. Nou, we zijn ingelogd in Exact Online en we gaan via financieel boekingen naar het onderdeel vaste boekingen. Nou, je ziet er al een aantal staan, maar in dit geval gaan we even nieuwe aanmaken. We selecteren het inkoopboek. En ik ga er nu voor zorgen dat een abonnement wat ik heb bij Adobe voor software in de komende maanden automatisch wordt geboekt. Ik geef het bedrag op van 10 euro. Ik vul de boeking verder aan. En je ziet dus nu ook een nieuw blok dat ik automatisch genereren kan selecteren. Ik kan aangeven wat de frequentie moet zijn, hoeveel dagen de boeking moet worden aangemaakt ten opzichte van de factuurdatum. En bovendien kan ik ook een einddatum opgeven wanneer de boekingen niet meer aangemaakt hoeven te worden. Nou, ik kan hier de boeking opslaan. En als ik dus nu in ditzelfde scherm aan de rechterzijde naar planning bekijken ga, dan zie ik dus ook op welke momenten er boekingen aangemaakt worden. Nou, als ik nu terugga naar het overzicht vaste boekingen, dan zie ik dus de nieuwe boeking staan. En je ziet bijvoorbeeld bij huurbedrijfspand, een andere vaste boeking, dat er al daadwerkelijk boekingen zijn aangemaakt. Dus die zie je ook terug in het overzicht vaste boekingen. Deze functie is een belangrijke stap naar een volledig geautomatiseerde boekhouding. Doordat je niet meer elke maand of kwartaal hoeft te denken aan je vaste boekingen, houd je meer tijd en aandacht over voor je onderneming. In Exact Online kun je de waarde van bedrijfseigendommen bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan een computer of een machine. In boekhoudkundige termen hebben we het dan over activa. Een belangrijke stap in het beheer van je activa is het boeken van periodieke afschrijvingen waarmee je de dalende waarde van je activa registreert. Een laptop is na een jaar gebruik immers minder waard dan op het moment dat je het product hebt aangeschaft. In onze software was het al mogelijk om per activum een afscheidingsmethode te selecteren waarmee Exact Online automatisch kan berekenen welk bedrag er afgeschreven moet worden. Maar jij als gebruiker moest nog steeds op een knop drukken om de boeking te genereren. Tot vandaag, want als je werkt met No Hands Accounting, zorgt onze software er voortaan zelf voor dat de afschrijvingen op het juiste moment worden geboekt. Ik zal het even demonstreren hoe je dit in Exact Online nu kunt instellen. Nou, we beginnen weer op de financiële cockpit en we gaan naar de instellingen van deze administratie. Nou, vervolgens selecteren we het juiste tabblad, natuurlijk Activa. En dan zie je dat er eigenlijk twee opties zijn toegevoegd. Hè, automatische afschrijvingsboekingen aanmaken. Als ik dat wil, dan kan ik dat aanvinken. En bovendien kan ik ook aangeven hoeveel dagen voor het einde van de financiële periode dit moet gebeuren. Het is eigenlijk een kwestie van door dit op te slaan, zorgt Exact Online er nu voor dat de boekingen die behoren bij het afschrijven van je Activa automatisch worden gegenereerd. In het kort, met deze verbetering hoef je dus niet meer op een knop te drukken om je periodieke afschrijvingen aan te maken. Als je met No Hands Accounting werkt, wordt dit voortaan automatisch voor je gedaan. Voordat we doorgaan met debiteurenbeheer wil ik het graag nog even hebben over het kopiëren van memoriaalboekingen. Want dit is nu veel makkelijker geworden in Exact Online en beschikbaar voor iedere gebruiker. Elke ondernemer of accountant moet wel eens een memoriaalboeking kopiëren. Dit betekende echter tot nu toe dat je de volledige boeking, inclusief de tegenboeking, opnieuw met de hand moest invoeren. Daarom hebben we een nieuwe functie beschikbaar gemaakt waarmee je memoriaalboekingen in een handomdraai kunt dupliceren. Dat scheelt handmatige invoer, bespaart tijd en vermindert het risico op fouten. Het is zelfs mogelijk om de aangemaakte boeking achteraf te wijzigen mocht het nodig zijn. Er is in onze supportportal door veel gebruikers op dit idee gestemd, dus ik ben blij dat ik dit nieuws nu met jullie kan delen. Laten we even naar Exact Online gaan om te zien hoe dit werkt in de praktijk. Nou, we beginnen weer op de financiële cockpit. Dan gaan we naar het menu-item financieel. En via boekingen ga ik naar het boekingsoverzicht. Nou, hier selecteer ik dan natuurlijk het memoriaal dagboek. En wat ook wel handig is om te weten, is dat je zowel verwerkte als onverwerkte boekingen kunt kopiëren. Nou, in dit geval doen we even een onverwerkte boeking.
Ik selecteer hier het boekstuknummer en kom dan ook daadwerkelijk bij de boeking zelf. Dan zie je eigenlijk al linksboven de optie staan, boeking kopiëren. Nou, op het moment dat ik daarop klik, dan worden de gegevens overgenomen. En wat tegelijkertijd ook gebeurt, is dat de boeking automatisch wordt aangemaakt in de volgende periode. Nou, ik heb hier ook nog eventueel de mogelijkheid om aanpassingen te doen. Maar door eigenlijk hier op sluiten te klikken en het op te slaan, ben ik eigenlijk klaar. Nou, als ik in het overzicht boekingen nu de periode even weghaal, dan zie je dus zowel de originele boeking als de gekopieerde boeking in het overzicht staan. Dan gaan we nu door met de debiteurbeheer. Sinds de lancering van deze add-on afgelopen mei hebben we al 50.438 herinneringen verzonden voor onze gebruikers. Voorheen moest dit dus allemaal met de hand gebeuren of werden ze überhaupt niet verzonden. Dit heeft absoluut impact op het debiteurbeheerproces van onze klanten en de mate waarin facturen eerder betaald worden. Inmiddels werken al honderden klanten met deze add-on en voor degenen die bij deze sessie zijn, wij waarderen het zeer dat jullie zo'n belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering aan onze software toevertrouwen. We gaan het hebben over drie nieuwe mogelijkheden. Het instellen van contactgegevens specifiek voor de ontvangst van herinneringen, het automatisch genereren van beltaken en het toevoegen van notities bij het blokkeren en verzetten van geplande herinneringen. Deze functies zijn allemaal gebaseerd op ideeën van onze gebruikers, dus bedankt voor de feedback. Het is misschien een open deur, maar een belangrijke voorwaarde voor effectief debiteurbeheer is dat herinneringen terechtkomen bij de juiste contactpersoon, vestiging of afdeling van je klant. Je kon per klant al afwijkende contactgegevens opgeven voor je facturatie, maar dit werd gebruikt voor zowel het verzenden van facturen als het sturen van herinneringen. Bij veel bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor deze zaken echter bij verschillende contactpersonen of afdelingen. Dit hebben we ook als feedback ontvangen vanuit onze gebruikers. Om die reden hebben we het nu mogelijk gemaakt om per relatie aparte contactgegevens op te geven voor de communicatie die te maken heeft met debiteurenbeheer. Zo zorg je er dus voor dat herinneringen voor een relatie naar het juiste contactpersoon en e-mailadres gestuurd worden, afgezien van hoe het factuuradres is ingesteld. Dus loop je niet meer het risico dat je niet wordt betaald omdat je herinneringen verkeerd terechtkomen. Ik zal je even kort laten zien hoe je dit nu kan instellen in Exact Online. Nou, we beginnen even op het hoofdscherm en we gaan even naar de relaties toe. En in dit geval selecteren we voor deze demo zwager installatietechniek. We gaan even naar de klantkaart. En als we naar beneden scrollen, dan zie je eigenlijk al dat er twee contactpersonen staan. Hoofdcontactpersoon Bram en de secundaire contactpersoon Nathalie. Nou, als we nu naar debiteurenbeheer gaan, tenminste naar het tabblad, dan zie je eigenlijk dat nu standaard Bram als contact voor debiteurenbeheer staat ingesteld. En ik heb nu ook de mogelijkheid om dat te bewerken via de knop aan de rechterzijde. Want in dit geval wil ik niet dat Bram de herinnering krijgt, maar Nathalie. Dus ik selecteer de juiste contactpersoon. En het mooie ook is dat ik hier eventueel ook een alternatief e-mailadres, postadres of telefoonnummer kan opgeven. Nou, ik kies hiervoor opslaan. En vervolgens zie je dus dat Nathalie staat geregistreerd als het contactpersoon als het gaat om debiteurenbeheer. Ik hoop dat je een goed beeld hebt gekregen van deze verbetering. Vanaf nu heb je met debiteurenbeheer dus alle controle over waar en bij wie je herinneringen terechtkomen. Naast het sturen van een herinnering per e-mail helpt het vaak om ook telefonisch contact op te nemen met je debiteuren. Dit zorgt er niet alleen voor dat je sneller betaald krijgt. Persoonlijk contact wordt gewaardeerd en het geeft je de mogelijkheid om samen met je klant tot een goede oplossing te komen voor de achterstallige factuur. Tot nu toe kon je alleen herinnerings-e-mails opnemen in de communicatiescenario's die bepalen wanneer welke communicatie de deur uit moet. Naast de e-mails is het vanaf nu ook mogelijk om een telefoongesprek op te nemen. Wanneer een factuur te laat betaald is en het tijd is om te gaan bellen, zal Exact Online ervoor zorgen dat er automatisch een activiteit wordt aangemaakt. Zo weten jij en je collega's dat er telefonisch contact opgenomen moet worden. Via deze activiteit kun je ook registreren hoe het gesprek is gegaan en welke afspraken er zijn gemaakt. Laten we even gaan kijken hoe dit in Exact Online eruit ziet. Nou, in dit geval gaan we eerst even naar de debiteurenbeheer cockpit.
En dan kun je eigenlijk aan de rechterzijde heel makkelijk naar de instellingen toe. En dan zie je dan inderdaad de welbekende communicatiescenario's. En eigenlijk bij het neutrale scenario zie je dus ook dat er naast een e-mail ook een telefoontje gepleegd moet worden. Nou, als we naar de instelling gaan via aanpassen, dan zie je dus ook dat er een extra checkbox is toegevoegd. In dit geval bij de tweede herinnering zie je dus dat voor telefoongesprek dat aan is gezet. Maar bij de andere herinnering heb je ook die optie. Nou, als we even teruggaan naar de cockpit, dan zie je eigenlijk ook de to-do's staan die te maken hebben. Dus die beltaken waar ik het net over had. En als ik daarop klik, dan zie je eigenlijk ook de desbetreffende beltaak staan die automatisch aangemaakt. Nou, naast dit overzicht kun je ook via activiteiten bovenaan de pagina de activiteit ook weer terugvinden. Nou, je ziet alle relevante informatie die je nodig hebt voor je gesprek en je kan dus ook via notities laten weten hoe het gesprek is gegaan. En door simpel op realiseren te klikken, kun je dus ook aan je collega's laten weten dat deze beltaak is volbracht. Met deze verbetering kun je naast het versturen van herinneringsemails nu ook telefoongesprekken toevoegen aan je communicatiescenario's. Een beller is immers sneller. Met Xaflijn debiteurenbeheer automatiseer je het versturen van je herinneringen. Dat is natuurlijk prettig, maar er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je een geplande herinnering wilt verzetten, blokkeren of juist deblokkeren. Misschien heb je ondertussen een klant al gesproken en heeft hij beloofd om het openstaande bedrag morgen over te maken. Dan wil je de herinnering verzetten of misschien zelfs helemaal blokkeren. Het kan uiteindelijk zijn dat de klant toch niet heeft betaald. In dat geval wil je de geplande herinnering natuurlijk weer deblokkeren. Vanaf deze release kun je bij het aanpassen van de geplande herinnering dit soort belangrijke informatie vastleggen in een notitie. Dit is vooral handig als er meerdere mensen betrokken zijn bij het debiteurbeheerproces binnen jouw onderneming. Nou, we gaan weer naar Exact Online. En dan gaan we naar de debiteurenbeheer cockpit. En we zien hier ook een geplande herinnering staan. En dat is in ieder geval wat er voor vandaag klaar staat. Nou, daar klik ik op. En in dit overzicht kan ik eigenlijk aangeven dat ik een herinnering bijvoorbeeld wil blokkeren, zoals in dit geval. Nou, wat je dus nu ziet, is dat je onder reden voor blokkering ook kunt aangeven wat precies de reden is, of de achterliggende gedachte, wat de afspraken staan. Je kan aangeven met welk contactpersoon je contact hebt gehad en eventueel kun je ook belangrijke documenten toevoegen. Nou, vervolgens kan ik klikken op blokkeren. En als ik dan weer terug ga naar cockpit debiteurbeheer en ik scroll naar beneden naar het overzicht van de geblokkeerde herinneringen, dan zie ik diezelfde herinnering ook weer terug. Dus als ik daarop klik, zie ik dus ook dat er bij deze herinnering een notitie is toegevoegd. En heb ik de optie om de details van de notitie nog eens te bekijken. Met deze toevoeging ben je als bedrijf beter in staat om belangrijke informatie over je debiteurenbeheer intern te delen. Dankzij de notitiefunctie weet voortaan iedereen waarom een geplande herinneringsmail is aangepast. Zoals ik aan het begin heb gemeld, wordt het dus de eerste sessie met de rubriek Verborgen Talenten. In deze editie wil ik het graag hebben over de mogelijkheden om je verkooptrajecten in Xaflijn bij te houden. Met onze boekhoudsoftware kun je namelijk verkoopkansen beheren, verkooppijplijn analyseren, verkoopprognoses bekijken en nog veel meer. Wanneer je in contact komt met een potentiële klant, dan kun je dit contact inclusief alle relevante informatie en documenten registreren in een verkoopkans. Met deze verkoopkans kun je je verdere salesacties beheren en opvolgen. Zo kun je taken aanmaken, gespreksnotities vastleggen, offertes koppelen en een status bijhouden via de zogenaamde verkoopfases die je zelf kunt aanmaken. Naast de verkoopkansen hebben we ook een verkoopkansen cockpit. Hier kun je een overzicht vinden van je verkooppijplijn, to-do's, verkoopkansen die opgevolgd moeten worden en een lijst van je top verkoopkansen. Op basis van de verkoopfases en de verwachte sluitingsdatum is Xaflijn zelf in staat om een verkoopprognose te maken zodat jij een goede inschatting kunt maken van wanneer je welke omzet kunt verwachten. Al deze mogelijkheden zijn zonder extra kosten beschikbaar in Xaflijn abonnementen, dus je kunt er bij wijze van spreken direct na deze sessie mee aan de slag. We gaan bijna afsluiten, maar nog even het volgende.
Zoals je misschien weet, updaten wij onze gebruikers over nieuwe functies op vaste momenten in het jaar. Wij noemen dit seasonal releases. We hebben net de autumn release achter de rug en daarin hebben we een behoorlijk aantal innovaties gepresenteerd. Deze zijn natuurlijk net aan bod gekomen, maar mocht je benieuwd zijn naar voorgaande releases, ga dan naar www.exact.com/nl/releases. Daar vind je een mooi overzicht van alle mogelijkheden die eerder aan Exact Online zijn toegevoegd. Nou, dan zit het er alweer op. We hebben het gehad over mooie verbeteringen in onze software, bijvoorbeeld het automatisch laten aanmaken van vaste boekingen, het automatisch afschrijven van Activa, het kopiëren van memoriaalboekingen en nieuwe mogelijkheden binnen Exact Online debiteurenbeheer. Wil je meer weten over de besproken onderwerpen? Ga dan naar support.exactline.com. Op onze Autumn Release webpagina kun je ook meer videomateriaal vinden over de nieuwe mogelijkheden en bekijk ook eens onze vooruitblikpagina waarop je al onze andere plannen voor de komende maanden kunt terugvinden. Dan voor nu, bedankt voor het kijken.